Verdachten zedenzaak blijken gastouders. Politie wil om tafel met relschoppers lunteren. En toekomstige popidolen op Arnhemse school. Dag dames en heren, goedenavond. Ze worden verdacht van het ronselen van minderjarige jongens voor prostitutie en kinderporno. En twee van de drie verdachten blijken ook nog eens gastouder van een licht gehandicapte jongen van een jeugdzorginstelling in Oosterbeek te zijn geweest. Dat bleek vandaag voor de rechtbank in Arnhem. Orthopedagogisch centrum Jan-Pieter Heijen geeft toe dat de pupil enkele weekenden bij de mannen heeft doorgebracht, maar ontkent dat de instelling een contract met hen had. Volgens justitie is een toen 15-jarige bewoner van jeugdzorginstelling Jan-Pieter Heijen in Oosterbeek via vriendjes in contact gekomen met de twee Huissenaren. Na enkele bezoeken van de pupil aan het stel is er een gastoudercontract tussen de instelling en de mannen gesloten. Zo verklaarde het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank. Maar de instelling ontkent dat. Dat is niet waar. We hebben geen gastoudercontract met deze mensen. Het kind is vrijwillig door de ouders bij ons geplaatst. Dus zij hebben ons gevraagd om te helpen bij de opvoeding van hun kind. En uit hun netwerk, uit hun contacten, is dit contact met deze gastouders voortgekomen. De instelling heeft de Huissenaren niet gescreend als gastouders, omdat ze geen formeel contract met hun hebben. Als het een formele gastouderrelatie is, dan screenen we ze. Maar als het op verzoek van ouders en uit het netwerk van ouders mensen betreft waar een kind graag op bezoek gaat, dan is het ook voor ons ondoenlijk en ook niet onze verantwoordelijkheid om ze te screenen. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. Volgens justitie hebben de mannen in hun huis ook ontucht gepleegd met jongens die zij voor een escortbureau lieten werken. Bij de verdachten is belastend beeldmateriaal gevonden van tientallen jongens onder de 18 jaar. De rechtszaak wordt morgen voortgezet. De politie nodigt jongeren uit Lunter uit om te komen praten over de rellen in het dorp tijdens de Oud-Lunterse dag. Groepen jongeren en agenten raakten slaags nadat iemand een kind had aangereden. Uit recent onderzoek is gebleken dat jongeren in kleine gemeenschappen zich steeds vaker met z'n allen tegen de politie keren. In Lunteren ging het enkele weken geleden helemaal fout. Na afloop van de Oud-Lunterse dag ontstond er een massale vechtpartij tussen jongeren en politieagenten. Aanleiding zou een aanrijding zijn geweest waar jongeren zich tegen inzittenden en de politie hadden gekeerd. Op dat moment, ik was hier buiten aan het opruimen, komt de politie te paard. En die rent daar keihard de menigte in en die slaat die knuppels aan de kant. Provocatie van de politie, 100% zeker, want ze stonden hier, het feest was hier aan de gang. En op een gegeven moment, nou, er gebeurt hier wat, ze stonden daar al een beetje dreigend, weet je, een beetje controleren. Als de politie niet zo hard had ingegrepen, was het dan geëscaleerd of was het dan weer rustiger geworden? Nou, dan was het wel rustiger geworden. Ik herken dat niet. Ik herken het niet. Ik herken alleen dat er op een moment een groep jongeren, zeg maar onder invloed van alcohol, het geweld opzocht. Ons op een verkeerde manier aansprak. Ons uitdaagde. En uiteindelijk is dat gegaan zoals het zo gedaan is. Er zijn honden geschopt. Er zijn paarden geslagen. En dat is gewoon heel jammer. De politie nodigt jongeren uit om met ze te praten over de avond en om onduidelijkheden uit de weg te ruimen. De feestorganisatie baalt van het dramatische einde van het feest en bekritiseert ruziezoekers in een open brief aan de bevolking. Wie haalt het in zijn hoofd om een stapvoeterij in de auto, die helaas net een kind heeft aangereden, dat gelukkig met de schrik is vrijgekomen, te bestormen? Juist, een stelletje Lunteranen. Veur en deur Lunteren. Wordt zo de Oud-Lunterse dag om zeep geholpen? Het gaat vaker mis op feesten in kleine, hechte gemeenschappen. Deze beelden zijn gemaakt door een omstander in Barneveld tijdens een massale vechtpartij tussen jongeren en agenten op het Torenplein. Eerder deze week maakte de politieacademie al bekend verder onderzoek te willen doen naar rellen in kleinere dorpen, waarbij de bevolking zich massaal tegen de politie keert. We hebben het gevoel dat daar iets aan de hand is. Iets aan de hand is breder dan de jaarwisseling. Dat daar iets een rol speelt in de verhouding tussen burgers en overheid. Ik steun het onderzoek zeker. Dat betreffende onderzoek waar je over praat zegt meer dingen. En ik heb ze in feite ook al gesproken en uitgenodigd om een keer bij mij langs te komen. En in gezamenlijkheid te kijken van hoe kunnen wij hier met elkaar nog meer van leren. Om te zorgen dat in ieder geval in mijn district de feesten die daar beoogd worden te vieren ook goed kunnen plaatsvinden. Mario Been gaat zijn contract als trainer van NEC met 2 jaar verlengen. Ondanks de mindere resultaten van dit seizoen willen NEC en Been graag met elkaar verder. En dat leidt tot enthousiasme in Nijmegen.
Ja, dat is op zich natuurlijk heel mooi. Zeker als je 16e staat en er wat onrust is, met name ook bij de supporters. Wat logisch is, als je 4 wedstrijden gespeeld hebt, 1 punt. Dat is niet geweldig. Maar de club kijkt naar andere dingen. Die kijken naar het beter worden van spelers. De manier hoe we proberen te spelen. Dus ik denk dat dat alleen maar een bepaalde rust uitstralen is van de club. Het is een jonge en ambitieuze trainer. En ik denk dat NEC nog veel plezier aan hem kan hebben. Dus ik vind het een goede zaak. Je hebt gezien dat een aantal jongens ook voor... hem speciaal naar deze club is gekomen, dus voor de club is het een goede zaak. En de spelers zijn ook heel tevreden. Mario Been is populair in Nijmegen. Ook de echte NEC-kenners vinden het een goede zaak dat de trainer een nieuw contract tekent. Dat vind ik heel goed, want ik heb extra al een balpen extra meegenomen voor hem. Voor het geval dat, niet voor, dat ze er geen hebben of zo. Hij kan goed met de spelers opschieten, hij kan goed met het publiek opschieten. Ja, ik vind hem wel goed voor ons. Met het aanblijven van Been creëert NEC duidelijkheid. Ook voor de investeerders die de club naar een hoger plan kunnen helpen. De club is gezond. Er zijn wat investeerders die bereid zijn om iets te doen. Het is een trainer met wie je kunt lachen, maar hij kan ook keihard zijn als het moet, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Want hebben we wel een paar keer gemerkt met als het een keer wat minder is in de wedstrijd. Dan inderdaad is het niet je vriend, nee. Een poging van de ouders van een Zeeuws meisje om hun dochter uit de jeugdinrichting Harreveld te krijgen is vandaag mislukt. De rechter bepaalde dat het meisje onder toezicht van jeugdzorg blijft, die het meisje 1,5 jaar geleden in de instelling plaatste. Volgens de ouders krijgt hun dochter niet de zorg die ze nodig heeft. Harreveld is onlangs onder verscherpt toezicht van de inspectie geplaatst, omdat de veiligheid van jongeren er niet gegarandeerd is. Sarah is als kind seksueel misbruikt. Om een geschikte behandelplaats te krijgen, besloot haar ouders 1,5 jaar geleden hun dochter onder toezicht van jeugdzorg te laten stellen. Jeugdzorg plaatste Sarah in jeugdinrichting Harreveld, waar jongeren met gedragsproblemen zitten. Maar volgens de ouders heeft ze daar al die tijd niet de specialistische behandeling gekregen die ze nodig heeft. Wij zetten haar voor de deur af, ze wordt uit onze handen gerukt en dat was het. Ze is weg en het was voorbij, het was gedaan. De ouders van Sarah probeerden vandaag bij de rechter het toezicht over hun dochter terug te krijgen. Maar die besliste dat ze tot haar 18e verjaardag onder toezicht van Jeugdzorg Zeeland blijft. Dit kan niet, dit gaat niet de goede kant op. Dit is levensbedreigend, echt. Op 4 november wordt Sarah 18. Dan mag ze zelf besluiten of ze in Harreveld wil blijven. De jeugdinrichting wilde vandaag niet op dit specifieke geval ingaan, maar stelt dat ze altijd bekijkt of ze jongeren de juiste zorg kan bieden. Indien nodig worden cliënten overgeplaatst naar andere instellingen. Opgeleid worden tot popidool, leren rappen als Ali B. Of, wie weet, het schoppen tot een mediatycoon, zoals Joop van den Ende. In Arnhem kan dat nu. Het regionaal opleidingscentrum Rijn-IJssel is dit schooljaar begonnen met de opleiding Pop en Sound Design. Scholieren leren niet alleen veel over popmuziek, maar ook over de kansen en valkuilen in de muziekwereld. De nieuwe studie is vandaag officieel gestart. En daar gaan de studenten dan, op het podium in de Arnhemse Eusebiuskerk. Gisteren met rapper Ali B. een lied geschreven, vandaag op de plank voor zo'n 1000 toeschouwers. Ja, geweldig. Veel energie, veel enthousiasme van het publiek. Rosa en Riso zijn 2 van de 20 leerlingen die beginnen aan de opleiding Pop en Sound Design aan het ROC in Arnhem. Een nieuwe studie in onze provincie. Ze leren zichzelf te ontwikkelen als artiest. Ze leren muziektheorie, ze leren sound design, ze leren ondernemersvaardigheden. Eigenlijk een heel breed scala van alles wat je nodig hebt om je te kunnen ontwikkelen en jezelf te kunnen verkopen straks als muzikant. Want dat is ook de grote droom van Rosa en Riso. Met deze 4-jarige opleiding hopen ze in de voetsporen te treden van grote artiesten. Aan het einde van mijn opleiding natuurlijk gewoon succesvol zijn in de muziekindustrie. Hopelijk mijn eigen label. Veel optredens. Later een groot concert geven hopelijk. Vandaag dus een voorproefje daarop. Een optreden met Ali B. Gisteren nam hij de scholieren al onder handen met een workshop. Ik heb heel veel vertrouwen in dat ze in ieder geval ver kunnen komen met de muziek. Of ze ooit echt 100% van kunnen leven. Dat moet nog blijken. Maar dat ze er een beetje van gaan kunnen leven, dat geloof ik wel.
De ambulancezorg Noord- en Oost-Gelderland loopt het risico nog dit jaar failliet te gaan. Dat zegt directeur Remmels van de Stichting Ambulancezorg. Reden is dat de ambulancedienst plotseling voor hoge kosten is komen te staan in verband met vervroegd uittreden van personeel. De ambulancedienst moet zelf opdraaien voor de kosten van het zogenaamd functioneel leeftijdsontslag. Een landelijke regeling die het personeel mogelijk maakt met 55 jaar te stoppen met werken. Voor de regeling moet de stichting jaarlijks 1 miljoen euro opzij leggen. Tot een totaal van 28 miljoen euro. En dat kunnen wij niet. Als wij een normale goede exploitatie hebben, dan houden we 1 of 2 of misschien 3 ton over. Maar 1 miljoen houden wij dus nooit over. Dus het is absoluut ondenkbaar dat wij 1 miljoen euro per jaar zouden kunnen vrijmaken om dit op te hoesten. Maar het ligt dus in de toekomst. De ambulancezorg Noord- en Oost-Gelderland werkt jaarlijks met een begroting van 12,5 miljoen euro. Volgens de directie is de ambulancedienst ongevraagd met het probleem opgezadeld en moet de minister het maar oplossen. Het is het best bewaarde geheim van Arnhem. Wat heeft zich in de middeleeuwen afgespeeld in de keldergewelven onder de stad? Een paragnost is ingeschakeld om het ware verhaal boven te krijgen. Straks meer, maar nu eerst het nieuws in het kort. Langdurig werklozen in Nijmegen kunnen zich binnenkort gratis laten omscholen tot buschauffeur. Het gaat om een gezamenlijk plan van de gemeente en busmaatschappij Novio. Novio zit verlegen om nieuwe chauffeurs omdat veel werknemers met pensioen gaan. En Nijmegen hoopt zo meer mensen te laten doorstromen naar een betaalde baan. Middelbare scholen in de regio Nijmegen en het land van Maas en Waal gaan strenger optreden tegen misbruik van mobiele telefoons. Deze week zijn op 2 scholen in Nijmegen leerlingen geschorst omdat ze filmpjes op het internet hadden gezet. Op het stedelijk gymnasium filmden leerlingen hoe een hele groep uit het raam klom zonder dat de docenten het zag. En leerlingen van het Canisius College die filmden hoe ze met een bureaustoel door de school raceten. Een vakantieboerderij aan de Schoolweg in Winterswijk is afgelopen nacht door brand verwoest. Er logeerden geen gasten in de boerderij. De bewoners die wel aanwezig waren, konden volgens de brandweer maar net op tijd wegkomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Langdurige stroomstoringen in Eibergen omgeving moeten binnenkort verleden tijd zijn. Tussen Groenlo en Eibergen wordt namelijk een nieuwe stroomkabel gelegd die in geval van nood stroom naar Eibergen kan sturen. Tot nu toe moesten er aggregaten worden ingezet. Eibergen, Rekken en Neede zijn in 2 jaar tijd 3 keer getroffen door grote stroomstoringen. Bij een tankstation in Doetinchem kan vanaf begin volgend jaar alcohol worden getankt. Het gaat om het zogeheten bio-ethanol, een milieuvriendelijke autobrandstof. Doetinchem heeft daarmee de eerste bio-ethanolpomp in de regio. Biologische pluimveehouders laten hun kippen weer buiten scharrelen. In juli werd een afschermplicht ingesteld nadat in Duitsland en Frankrijk vogelgriep was opgedoken. Volgens de Biologische Pluimveehoudersvereniging heeft de afschermplicht echter lang geduurd, omdat het vogelgriepvirus niet is aangetroffen bij trekvogels. Het buurtschap Veldhuizen in Ede gaat samen met de gemeente en de Christelijke Hogeschool Ede een lespakket ontwikkelen om de plaatselijke jeugd meer te interesseren voor de buurtspraak. Omdat jongeren in Veldhuizen weinig interesse hebben in de eeuwenoude traditie, dreigt de buurtspraak te vergrijzen. We willen toch een stukje van die waardes behouden. We willen toch behouden dat een gebied als hier dat het open blijft. Dat mensen daar een bepaalde band mee voelen. De buurtspraak bestaat uit mensen uit Veldhuizen die al generaties lang in de buurt wonen en besluiten nemen over hun omgeving. De brandweer in Culemborg is vandaag nog de hele dag bezig geweest met nablussen op het bedrijventerrein aan de Beestseweg. Daar brandden gisteren meerdere bedrijven uit. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De technische recherche is nog volop bezig met onderzoek en is ook morgen nog bezig. De schade loopt in de miljoenen euro's. De gemeente Maasdriel stelt een onderzoek in naar het uitlekken van vertrouwelijke informatie. Het gaat om gegevens van kopers van enkele bouwkavels in Velddriel. De kopers werden al benaderd voor het afsluiten van een hypotheek, terwijl officieel nog niet bekend was dat de kavels aan hen waren toegewezen. Vorig jaar leidde een soortgelijk voorval tot een politieke crisis in Maasdriel. Een wethouder en een raadslid moesten toen opstappen. Geven de eeuwenoude middeleeuwse keldergewelven onder Arnhem alsnog hun verloren gegaane geheime prijs.
De mysterieuze kelders werden door de eeuwen heen gebruikt als schuilplaats voor vluchtelingen. Wie dat waren en hoe ze er leefden, dat weten we niet. Want in de Tweede Wereldoorlog is het archief met hun verhalen verdwenen. Een speciaal ingehuurde paragnoste moet nu hulp bieden. Vandaag doolde de helderziende voor het eerst door de ondergrondse gangen. Dit zijn de historische kelders onder Arnhem. Het gewelvencomplex, dat dateert uit de 13e eeuw, is na grondige restauratie opengesteld voor het publiek. Maar eigenlijk weten we helemaal niet wat zich in die kelders heeft afgespeeld. Een groot deel verdwijnt niet in de historische archieven. Dus we kunnen de reconstructie wel maken, maar er zullen altijd wel vraagtekens open blijven. Toen ben ik dus daar naar boven gegaan. We gaan naar boven. Een helderziende moet nu licht brengen in de zaak. Voelt u al wat? Wat ik voelde is gegil. En mijn gegil en mijn roepen. En dat heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog. Dat er zoveel gebeurd is hier in de kelders. En als u denkt, hé, die vrouw die ken ik, dat kan kloppen. Magien Bakker is niet de eerste de beste helderziende. Ze is eerste geworden in het KRO-programma Het Zesde Zintuig, waarin meer dan 400 kandidaten de kans kregen hun kwaliteiten als helderziende te bewijzen. Omringd door de pers struint ze dan ook door ondergronds Arnhem. Terwijl ze alsmaar gruwelijker visioenen krijgt. Hier werden ook mensen op een bepaalde manier doorverkocht als handel. Een beetje gruwelijke geest levert de kelders natuurlijk extra bezoekers op. En wat dat betreft hebben ze een goede aan Magien. En dat die dus een week zonder eten, zonder drinken, zonder wat gezeten hebben. Dus wel 400 man. Connie Hoefsloot en Tina Hagdoorn leiden als gids dagelijks mensen rond in de Arnhemse kelders. Een beangstigend idee, zou je denken. Want hier lopen allemaal geesten rond, volgens Magien. Hebt u zelf al wel eens wat gevoeld? Nee, ik ben daar helemaal niet ontvankelijk voor. Nee. Schrikt u nou dan als u dat hoort, gegil en dergelijke? Nee, dat niet. Wat heb jij daar ook? Nee, ik raak er ook niet, mag ik het zeggen, niet wat onder de indruk. Is het wel safe dan om hier doorheen te lopen als dat hier allemaal rondzweeft? Nee, maar dat zweeft niet meer rond, want het is eruit. Want die mensen zijn weer naar buiten gegaan. Dus er is hier geen dood en verderf in. Er zijn wel mensen overleden hier in de kelders, maar die zijn weg nu. Het zal wel klantjes trekken, denk ik, hè? Natuurlijk. En we hebben ook gidsen die daar heel erg goed mee uit de voeten kunnen. En die echt met schitterende verhalen komen. En een jongetje, die trok aan mijn jas eigenlijk, die je eigenlijk niet ziet. Van ik heb honger, ik heb honger. Ja, het zou best kunnen. Wind en regen, dat was het verhaal van vannacht en vandaag. Is er, met nog één dag te gaan tot het weekend, zicht op beter weer? We horen het van Amara Omwuka. Een hele goede avond, dames en heren. In de hele vroege ochtend zagen we op sommige plaatsen, met name in het oosten, nog heel eventjes de zon met mooie kleuren. Maar al snel maakt het plaats van bewolking, donkergrijze luchten en de nodige regen dus voor de ochtend. Naar de middag toe werd het allemaal wat lichter en de zon die kregen we af en toe te zien. En deze eendjes die genoten daar wel van. Het is een beetje laat in het seizoen. Ik hoop dat ze het overleven. Moeder eend is trouwens niet de knapste, maar die kleintjes die zien er nog erg schattig uit. Komende dagen blijft het een beetje regenen van tijd tot tijd. De zon gaan we wel wat vaker zien. Temperaturen gaan omhoog. Zondag is de mooiste dag. En gelukkig valt hij dus weer net in het weekeinde. We hebben nog steeds te maken met storingen vanuit het westen. Deze lagen vandaag in. Daarachteraan voor de middag de opklaringen. Vanavond hebben we daar ook nog steeds mee te maken. En daarachteraan weer een nieuwe storing. Het beweegt een beetje zo van west naar oost. En die storingen die zwabberen ook. Betekent dat we er voorlopig nog eventjes niet vanaf zijn. Vanavond en vannacht hebben we daar dus ook al mee te maken. Maar in eerste instantie overdag nog in die bewolking. In de middag, echt de tweede helft van de middag, kwamen de goede opklaringen erin. Vanavond is het in eerste instantie dan nog droog, maar gedurende de nacht, die tweede storing zakt er dan in. En dat betekent wat meer bewolking en hier en daar een spatje regen. Niet geheel bewolkt, er zitten wat gaatjes in hier en daar. En het wordt wederom niet koud, graadje of 13 ongeveer. Wel nog steeds een stevige wind langs de randmeren. Morgenochtend beginnen we dan op de meeste plaatsen grijs. Hier en daar wat gespetter. Die regen die gaat er snel uit, trekt zich terug in noordelijke richting. En vanuit het zuiden krijgen we dan langzaam aan twijfelachtig, maar toch af en toe de zon te zien. Het is een beetje een waterig zonnetje. We hebben te maken met meerdere lagen met bewolking. En vooral bovenin hebben we ook af en toe wat sluibewolking. Maar een stuk vriendelijker dan vandaag en zeker dan vanochtend. Een temperatuur van een graad of 20 ongeveer.
Dagen daarna, temperaturen die gaan iets omhoog. Op zaterdag, periode met zon, maar ook af en toe van die dikkere stukken met bewolking. Daar kan wat regen uitvallen, al is het denk ik niet veel. Zondag lijkt dan helemaal droog te worden. Als er regen gaat vallen, dan is het echt het einde van de dag in een enkele bui. 22 graden, een mooie dag dus. Maandag keert de wisselvalligheid weer terug, 21 graden. Na maandag wordt het een stukje frisser. Fijne avond. En dit was het, het nieuws van donderdag 20 september. Na de reclame is er weer een aflevering van de 10 van Marlies. En dat gaat deze keer over 10 typisch Gelderse producten. Van voetbalschoenen tot kippen en van appels tot bakstenen. Het werd of wordt allemaal in onze provincie gemaakt, gefokt of geteeld. Zometeen in de 10 van Marlies. En ik wens u nog een fijne avond.